Ik heb wat oranje kleuren uitgekozen voor de weerfoto om alvast een beetje in de stemming te komen voor Koningsdag. Vorig jaar waren er best wat verschillen binnen het land. In het noorden meer bewolking en een beetje kil, terwijl in het zuiden meer ruimte was voor de zon. En in Maastricht liepen de mensen er toen zo bij met een dun jasje, een blauwe lucht en ook geen regen. Nou, de grote vraag voor dit jaar is natuurlijk ook, blijft het droog met Koningsdag? Gaan we eerst even kijken naar de woensdag, de dag voor Koningsdag. Daar hebben we nog met een zwakke noordwestelijke stroming te maken. Die is zijn invloed wel wat aan het verliezen. Vanaf de Noordzee trekken wel nog enkele buien over het land. Vanuit het zuidwesten geleidelijk ook wat sluierbewolking. En dat hoort allemaal bij deze regenzone die ons wel op Koningsdag gaat bereiken. Maar pas helemaal aan het einde van de dag. En dat zorgt vervolgens ook voor een heel regenachtig weerbeeld op de vrijdag. Maar dan zijn de meeste festiviteiten natuurlijk alweer afgelopen. Dus wat timing betreft nog niet eens zo heel erg slecht, kun je wel zeggen. Nou, dan nog heel even naar die woensdag in de weerssymbolen. Vooral in het noorden van het land kans op een bui. Heel plaatselijk elders nog een licht buitje, maar mag eigenlijk geen naam hebben. We hebben wel nog met die noordwestenwind te maken. Zorgt voor vrij lage temperaturen. 'S middags maximaal 8 tot 10 graden. En tijdens die droge periode een wisseling van zon en stapelwolken. Nou, dan snel door naar Koningsdag, want dan gaat de wind wat draaien en de temperatuur wat hoger uitvallen. Zo'n 12 graden in het noorden en noordwesten. In het zuiden en zuidoosten kan het net 15 graden worden met ook iets minder wind. Later op de dag, vooral in de middag, gaan we al merken dat vanuit het zuidwesten de bewolking toeneemt, dat de zon wat vaker schuil gaat en in de namiddag en avond volgt dan regen. Nou, voordat het allemaal zover is, moeten we ook nog wel een koude koningsnacht trotseren, want dan zijn er geen buien, is het helder en dan komt vooral in het binnenland de temperatuur rond of iets onder het vriespunt uit. En dat is helemaal niet zo gek dat dat gebeurt, want als we even naar Koningsdag in het verleden kijken en ook Koningsnacht in het verleden, dan is de temperatuur toch behoorlijk vaak in de buurt van het vriespunt uitgekomen. Dus lekker dansen om je warm te houden gaat ook dit jaar weer op. En we hebben ook maar één Koningsdag gehad waarbij de temperatuur boven 20 graden uitkwam. En dat was ook in het jaar 2020. Nou, als we even naar het gemiddelde kijken voor Koningsdag in de beeld. 16 graden overdag en zo'n 6 graden in de nacht. Dus wat maximum temperatuur is de verwachting volgens het gemiddelde. En de nacht verloopt dus wel een stukje kouder. Maar pas later op Koningsdag vanuit het zuidwesten regen.